Ik ben Boris Bals, de zoon van Huub Bals, de oprichter van het festival. En vandaag bestaat het festival 40 jaar. En er is een feestje voor. En daar kom ik draaien als DJ. Ik draai al 15 jaar. En het draaien zelf is wat op de achtergrond gekomen. In de zin van dat ik meer de focus op produceren heb gelegd. En ik ben anderhalf jaar geleden een DJ-school begonnen in Utrecht. DJ-school Utrecht. Elk jaar dat ik hier kom, of dat ik überhaupt over het filmfestival hoor, brengt natuurlijk weer de gedachte aan mijn vader naar boven. Niet alleen het festival natuurlijk, tussendoor gebeurt het ook wel eens. Alleen het festival ja, is natuurlijk door hem opgericht en dat geeft toch een speciaal iets. Ook omdat ik deel zijn passie met film niet op de manier zoals hij dat deed. Vooral niet de films die hij koos. Meestal vond ik dat helemaal niks. Maar wel de passie die hij voor film heeft, heb ik voor muziek. Toen het filmfestival 25 jaar bestond en er een boek over hem uitkwam, dan heb ik sowieso heel veel dingen over hem geleerd die ik niet wist. Hij is overleden toen ik 16 was. Dus in die zin, dan tot die tijd leer je niet zoveel over je vader als eigenlijk daarna. Als het 16 jaar daarna geweest zou zijn, dan zou ik waarschijnlijk een hoop meer weten die ik nu uit het boek heb gehaald. Het zit me niet dwars, want aan de andere kant, door zo'n boek is het wel zo dat ik misschien meer te weten ben gekomen over mijn vader dan menig mens misschien te weten komt over zijn vader, omdat er nooit een boek over geschreven wordt. Dus in die zin is het ook wel weer positief. Ja, hij was eigenlijk bijna altijd van huis. Dus het was, klinkt heel cru misschien, vaak meer een suikeroom die van een reis leuke dingen meenam. Dan dat het echt een vader was voor mij. Maar hij is wel precies gestorven op een leeftijd, toen ik 16 was, dat eigenlijk je leven voor mijn gevoel pas echt begint. Want dan mag je brommer rijden, je eerste vriendinnetje, je examen, je eerste baantje. Eigenlijk alle mijlpalen die je op een gegeven moment krijgt, die heeft hij gemist. En dat vind ik wel eens jammer. Ik kan me herinneren dat bijvoorbeeld mijn vader, die heeft ooit de film van The Talking Heads, Stop Making Sense, heeft hij naar Nederland gehaald. En daardoor zijn eigenlijk de Talking Heads ook bekend geworden in Nederland. En ik kan me nog goed herinneren dat dat was volgens mij in Thalia, werd hij toen vertoond. En in het begin van de film zat iedereen gewoon zittend te kijken. En op het eind stond iedereen te dansen. Terwijl ze naar een bioscoopfilm stonden te kijken. Dus dat vond ik wel een machtig mooie ervaring. En dat was eigenlijk een van de twee films die ik en mijn vader allebei leuk vonden. En dat is ook heel bijzonder. Ja, ik heb wel zeg maar respect voor hem gekregen wat hij allemaal heeft gedaan en wat hij uit de grond heeft gestampt, zoals dit bijvoorbeeld.